Ooit begonnen als een markt waar verenigingen en maatschappelijke organisaties zich kunnen presenteren, is de leer- en doemarkt langzamerhand uitgegroeid tot een festival. Maar nog steeds staan er veel kraampjes. En nog steeds zijn er demonstraties van allerlei organisaties, zoals de EHBO, die laat zien hoe om te gaan met een AED bij hartstilstand. Want we gaan een demonstratie doen, reanimatie. Toch? Dat klopt helemaal. Want volgens mij gebeurt er niet veel. Ronald, die zal degene die bij ons vragen de 117 bellen. Zodra de AED aanwezig is, gaat hij voor alle handelingen. De elektronen worden nu aangesloten zoals afgebeeld staat op het plein. Elektronen. Staat altijd duidelijk aan. Zoals afgebeeld. Raak de patiënt niet aan. Korpiet schot 1 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Als er een schok is toegediend, is de situatie niet veranderd en gewoon door met de reanimatie. Maar tegenwoordig is er ook muziek. Er is veel belangstelling voor de leer- en doelmarkt. Ja, boer van Welstad is dan ook erg tevreden. We zijn nu ook weer, je ziet het zelf, het loopt eigenlijk vanaf 10 uur vanochtend loopt het gewoon al lekker door. En daar zijn we heel blij mee, want daar gaat het natuurlijk om. Hoeveelste is het? Dit is volgens mij zo rond de 26e of 27e leer- en doelmarkt. Al moet ik zeggen, eerst heette het de vrijwilligersmarkt. En had je een aparte leermarkt in het Geertijs. Volgens mij vanaf 2006 hebben we beide markten gecombineerd. En heet het leer- en doelmarkt. Maar niet iedereen heeft het druk, zoals Nico Weertsema van het Pagenfestival. Wij hopen met het festival zelf natuurlijk hartstikke druk is. Zo, dat is veel belangrijker. Dat is ook, veel he? Belangrijker. Mooi. En het is iedereen belangrijk te staan om contact te leggen, netwerken, dat is belangrijk. Politieke partijen kunnen zich dit jaar presenteren op het politiek plein. Daar was ook de nieuwe partij lokaal betrokken van Jur Mellies. Hoewel hij liever niet spreekt van een partij. Nou ja, we noemen onszelf geen partij, we zijn een lokale groepering. Je kunt ons meer zien als een belangenvereniging. We zijn allemaal knolsters met elkaar hier in de gemeente. We houden van deze gemeente. We spelen kwesties die heel praktisch zijn en die we ook praktisch willen bediscussiëren. Openhartig met mensen en inwoners daarmee in gesprek gaan. En als er echt problemen zijn, proberen we dat vanuit de lokaliteit de gemeentezaal in te brengen om het daar dus aan de orde te stellen. Maar wat is dan het verschil tussen een partij en een belangenvereniging? Ja, wij hebben zelf toch wel iets dat wij een partij, de naampartij, een beetje liëren aan de landelijke partijen. En wij zijn niet landelijk, we zijn puur lokaal. En daar willen we ons ook een beetje aan afzetten. We zijn een lokale belangenvereniging. Ja. De leer- en doemarkt is ook dit jaar dus weer informatief, maar ook erg gezellig. Zoals het nu is, en we zitten al redelijk ver in de middag, zijn we weer heel tevreden over... Over de aanloop van mensen, maar ook over de gezelligheid, de sfeer op de leer- en doelmarkt. Dus volgend jaar gaan we gewoon weer lekker door.